Het oneindige verhaal, Michael Ende, hoofdstuk 12, de kleine keizerin. Kennelijk niet in staat iets uit te brengen, stond Atreo daar en keek naar de kleine keizerin. Hij wist niet hoe hij beginnen zou, nog hoe hij zich gedragen moest. Hij had vaak geprobeerd zich dit moment voor te stellen. Hij had woorden bedacht, maar dat was nu allemaal uit zijn hoofd verdwenen. Eindelijk lachte ze tegen hem en zei met een stem die zo zacht en teder klonk als die van een vogeltje dat je in slaap zingt: "Je bent dus weer terug van je grote zoeken, Atreo." "Ja." Atreo boog zijn hoofd. "Je mooie mantel is grijs geworden," vervolgde ze, nadat het even stil was geweest. "En ook je haar en je huid zijn grijs als steen. Maar alles wordt nu weer als vroeger en nog mooier, dat zul je zien." Het was alsof Atreus keel dichtgeknepen zat. Haast onmerkbaar schudde hij zijn hoofd. Toen hoorde hij het tere stemmetje zeggen: "Je hebt mijn opdracht vervuld." Atreo wist niet of met deze woorden een vraag was bedoeld. Hij durfde niet op te kijken om het in haar ogen te zien. Langzaam pakte hij de ketting met het gouden amulet en haalde die van zijn hals. Met uitgestrekte hand reikte hij hem de kleine keizerin aan, nog altijd naar de grond kijkend. Hij probeerde op één knie neer te knielen, zoals gezanten dat deden in verhalen en liederen die hij gehoord had in de tentenkampen in zijn gewest. Maar zijn gewonde been wilde niet meewerken en hij viel voor de voeten van de kleine keizerin neer. Met zijn gezicht naar de grond bleef hij liggen. Ze boog zich voorover en raapte Orin op. En terwijl ze de ketting door haar vingers liet glijden, zei ze: "Je hebt je goed gekweten van je taak. Ik ben erg tevreden over je." "Nee, niet waar," riep Atreo haast onstuimig uit. "Het was allemaal te vergeefs. Er is geen redding." Er viel een lange stilte. Atreo had zijn gezicht verborgen in de holte van zijn arm en beefde over zijn hele lichaam. Hij vreesde een kreet van wanhoop of van smart te zullen horen. Misschien ook een bitter verwijt of zelfs een woedeuitbarsting. Hij wist zelf niet wat hij verwachtte, maar zeker niet wat hij nu te horen kreeg. Ze lachte. Ze lachte zachtjes en geamuseerd. Atreo begreep er niets van. Even meende hij dat ze krankzinnig geworden was. Maar het was niet het lachen van een waanzinnige. Toen hoorde hij haar zeggen: "Maar je hebt hem toch meegebracht?" Atreo hief zijn hoofd op. "Wie?" "Nou, onze redder." Onderzoekend keek hij haar aan, maar hij vond in haar ogen niets dan openheid en vrolijkheid en weer glimlachte ze. "Je hebt je opdracht vervuld. Ik ben je dankbaar voor alles wat je gedaan en geleden hebt." Hij schudde zijn hoofd. "Goudoogige meesteres van de verlangens," stamelde hij. En voor de eerste keer gebruikte hij nu de officiële aanspreektitel die Fugor hem aangeraden had. "Ik,
Nee, echt. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Ja, dat is je aan te zien, zei ze. Maar of je het nu begrijpt of niet, je hebt het klaargespeeld. En dat is toch zeker het voornaamste? Atreo antwoordde niet. Hij kon zelfs geen vraag meer bedenken. Met open mond staarde hij de kleine keizerin aan. Ik heb hem gezien, vervolgde ze, en hij heeft mij ook aangekeken. Wanneer was dat dan, wilde Atreo weten. Nou, zo net, toen je hier binnenkwam. Je hebt hem meegebracht. Atreo keek onwillekeurig om zich heen. Waar is hij dan? Ik zie niemand behalve mezelf en u. Oh, er is nog heel wat dat voor jou onzichtbaar is, antwoordde ze. Maar je kunt me geloven, hij is nog niet in onze wereld, maar onze werelden zijn zo dicht bij elkaar, dat we elkaar kunnen zien. Want voor de duur van een bliksemschicht werd de dunne wand die ons scheidt doorzichtig. Weldra zal hij helemaal bij ons zijn en mij noemen bij mijn nieuwe naam, die alleen hij mij geven kan. Dan zal ik weer beter worden en Fantasia met mij. En terwijl de kleine keizerin dit alles vertelde, was Atreo met moeite overeind gekomen. Hij keek naar haar op, omdat zij op haar grote poef hoger zat en zijn stem klonk dof toen hij vroeg: dan kent u dus allang de boodschap die ik u brengen moest. Wat de oeroude Morla in de moerassen van droefheid mij onthuld heeft. Wat de geheimzinnige stem van Oejulala in het zuidelijk orakel mij kon vertellen. Dat alles weet u al? Ja, zei ze. Ik wist het ook al voordat ik jou de opdracht tot het grote zoeken gaf. Atreo moest een paar keer slikken. Maar waarom, kon hij tenslotte uitbrengen. Hebt u er mij dan op uitgestuurd? Wat verwacht u dan van me? Niets, antwoordde ze. Dat wat je gedaan hebt. Wat ik gedaan heb? Herhaalde Atreo langzaam. En tussen zijn wenkbrauwen vormde zich een verticale frons van kwaadheid. Als het is, zoals u zegt, dan was alles nodeloos. Het was overbodig dat u mij op het grote zoeken hebt uitgestuurd. Ik heb horen vertellen dat uw beslissingen voor ons wezens vaak onbegrijpelijk zijn. En dat kan zijn. Maar het valt me moeilijk, na alles wat ik heb meegemaakt, rustig aan te horen dat u maar een grapje met me hebt uitgehaald. De blik in de ogen van de keizerin werd nu heel ernstig. Ik heb geen grapje met je uitgehaald, Atreo, zei ze. Ik weet maar al te goed wat ik je verschuldigd ben. Alles wat jij moest doormaken was noodzakelijk. Ik heb je het grote zoeken laten ondernemen, niet voor de boodschap die jij me nu brengen wilde, maar omdat het het enige middel was om onze redder te roepen. Want hij heeft aan alles deel gehad wat jij beleefd hebt, en hij is samen met jou die lange weg gegaan. Jij hebt bij de diepe afgrond zijn kreet van schrik gehoord toen jij met Ikramul praatte
En je hebt zijn beeltenis gezien toen je voor de toverspiegelpoort stond. Jij bent zijn beeld binnengelopen en hebt het met je meegenomen. En daarom is hij jou gevolgd, want hij had zichzelf gezien met jouw ogen. Ook nu verstaat hij ieder woord dat wij met elkaar spreken. Hij weet dat we over hem praten, op hem wachten en hopen. En nu begrijpt hij misschien al, en nu begrijpt hij misschien dat al die ontberingen die jij je hebt getroost, Atreo, hem golden. Dat heel Fantasia om hem roept. Nog steeds keek Atreo kwaad voor zich uit, maar geleidelijk trok de frons van zijn voorhoofd weg. Hoe kunt u dat allemaal weten? Vroeg hij na een poosje. Die kreet bij de diepe afgrond en dat beeld bij de toverspiegel. Was dat ook allemaal door u voorbestemd? De kleine keizerin hield Orin omhoog en terwijl zij het om haar hals deed, antwoordde ze: Je hebt toch steeds de glans gedragen? Heb je dan niet geweten dat ik daardoor altijd bij je was? Niet altijd, antwoordde Atreo, ik had hem verloren. Ja, zei ze, toen was je echt alleen. Vertel me eens wat er in die tijd allemaal is gebeurd. Atreo deed verslag van wat hij had meegemaakt. Nu begrijp ik waarom je grijs bent geworden, zei de kleine keizerin. Je bent te dicht bij het niets gekomen. Maar is het dan echt waar, wilde Atreo weten. Wat gemorkt de weerwolf over de vernietigende wezens uit Fantasia zei, dat ze in de wereld van de mensenkinderen leugens worden? Ja, dat is waar, zei de kleine keizerin, en er kwam een floers over haar gouden ogen. Alle leugens waren eens wezens in Fantasia. Ze zijn van dezelfde hoedanigheid, maar ze zijn onkenbaar geworden en hebben hun ware wezen verloren. Wat Gmorkje vertelde was echter maar de halve waarheid. Van een half wezen kun je ook niet anders verwachten. Er bestaan twee manieren om de grenzen tussen Fantasie en de mensenwereld te overschrijden. Een goede en een verkeerde. De afgrijselijke manier waarop wezens van Fantasia naar de andere kant gesleurd worden, dat is de verkeerde. De goede manier is als mensenkinderen in onze wereld komen. Alle mensenkinderen die bij ons waren, hebben iets ervaren wat zij alleen hier konden beleven en wat hen veranderd in hun wereld liet terugkeren. Ze waren ziende geworden doordat zij jullie in je ware gedaanten hadden gezien. Daardoor konden ze toen ook hun eigen wereld en hun eigen medemensen met andere ogen zien. Waar zij voordien enkel het alledaagse gevonden hadden, ontdekten zij opeens wonderen en geheimen. Daarom kwamen ze graag naar Fantasie toe. En naarmate onze in de hunne en was hun wereld, en naarmate onze wereld in de hunne kwam, was hun wereld ook volmaakter, zoals onze beide werelden elkaar
ook over en weer vernietigen. Zo kunnen ze elkaar ook wederzijds gezond maken. Atreeu moest een poosje nadenken en toen vroeg hij, hoe is het dan begonnen? De noodsituatie waarin onze beide werelden zijn terechtgekomen, antwoordde de kleine keizerin, heeft ook een dubbele oorsprong. Nu is alles in zijn tegendeel veranderd. Wat ziende maakt verblind en wat scheppen kan, werkt vernietigend. De redding ligt bij de mensenkinderen. Er moet één mens komen en die moet mij een nieuwe naam geven. En hij zal komen. Atreeu zei niets. Begrijp je nu, Atreeu? Vroeg de kleine keizerin. Waarom ik je zoveel moest laten doorstaan? Alleen dankzij een lang verhaal vol avonturen, wonderen en gevaren kon je onze redder met je meebrengen. En dat verhaal was jouw verhaal. Atreeu zat diep in gedachten verzonken. Eindelijk knikte hij. Ja. Ik begrijp het nu, goudogige meesteres van de verlangens. Ik ben u dankbaar dat u mij hebt uitgekozen. Vergeef me dat ik boos werd. Ach, je kon dit allemaal niet weten, antwoordde zij zacht. En ook dat was nodig. Atreeu knikte weer. Even later zei hij, maar ik ben nu erg moe. Je hebt genoeg gedaan, Atreeu, antwoordde zij. Zou je willen gaan rusten? Nee, nog niet. Eerst zou ik de goede afloop van mijn verhaal willen meemaken. Als het zo is als u zegt, als ik mijn opdracht vervuld heb, waarom is de redder dan nog altijd niet hier? Waar wacht hij op? Ja, zei de kleine keizerin zachtjes. Waar wacht hij nog op? Bastiaan voelde hoe zijn handen klam werden van opwinding. Dat kan ik toch niet, zei hij. Ik weet helemaal niet wat ik moet doen. En misschien is de naam die ik bedacht heb wel helemaal de goede niet. Mag ik u nog wat vragen? Vroeg Atreeu, het gesprek weer opnemend. Glimlachend knikte ze. Waarom kunt u alleen beter worden als u een nieuwe naam krijgt? Alleen de juiste naam geeft alle wezens en dingen hun echtheid, zei ze. De verkeerde naam maakt alles onecht. Dat is nu wat de leugen doet. Misschien weet de ridder de juiste naam die hij u moet geven nog niet. Jawel, antwoordde zij, die weet hij. En weer zaten ze zwijgend bij elkaar. Ja, zei Bastiaan, ik weet hem. Ik wist hem meteen toen ik u zag, maar ik weet niet wat ik doen moet. Atreeu keek op. Misschien zou hij wel willen komen, maar weet hij alleen niet hoe hij het moet aanleggen. Hij hoeft niets anders te doen, antwoordde de kleine keizerin, dan mij bij mijn nieuwe naam roepen, die alleen hij kent. Dat zou al voldoende zijn. Bastiaans hart begon wild te kloppen. Zou hij het gewoon proberen? Maar als het dan niet lukte, als hij zich dan toch vergiste, als die twee het helemaal niet over hem hadden,
maar over een hele andere redder. Hoe moest hij nu weten of ze echt hem bedoelden? Ik vraag me af, begon Atreo weer, of het mogelijk is dat hij nog steeds niet begrijpt dat alleen hij en niemand anders bedoeld wordt. Nee, zei de kleine keizerin. Zo dom kan hij niet zijn na alle aanwijzingen die hij heeft gekregen. Ik probeer het gewoon, riep Sebastiaan, maar hij kon het woord niet over zijn lippen krijgen. Wat zou er gebeuren als het echt lukte? Zou hij op de een of de andere manier in Fantasia komen? Maar hoe? Misschien moest hij ook wel een uiterlijke verandering ondergaan. Misschien zou er dan... Wat zou er dan van hem worden? Misschien deed het pijn? Of misschien zou hij flauw vallen? En wilde hij eigenlijk wel naar Fantasia? Hij wilde naar Atreo en de kleine keizerin. En hij wilde beslist niet naar al die monsters waarvan het daar wemelde. Misschien, veronderstelde Atreo, miste hij de moed. Moed? Vroeg de kleine keizerin. Kost het dan moed om mijn naam uit te spreken? Dan weet ik nog maar één reden, zei Atreo, die hem zou kunnen weerhouden. En welke is dat dan? Atreo aarzelde even voor hij hem uitsprak. Hij wil het gewoon niet, u en Fantasie kunnen hem eigenlijk niets schelen. Wij interesseren hem niet. Met grote ogen keek de kleine keizerin Atreo aan. Nee, nee, riep Bastiaan, dat mogen jullie niet denken. Dat is echt niet zo. Ach, denken jullie alsjeblieft niet zo over mij. Horen jullie me niet? Zo is het echt. Niet, Atreo. Hij heeft beloofd te komen, zei de kleine keizerin. Ik heb het in zijn ogen gelezen. Ja, dat is waar, riep Bastiaan. En ik kom ook zo dadelijk. Maar ik moet alles nog één keer grondig overdenken. Het is niet zo eenvoudig. Atreo liet zijn hoofd hangen en weer wachten ze beiden een hele poos zonder iets te zeggen. Maar de redder verscheen niet en er was geen enkele aanwijzing dat hij althans probeerde hun aandacht te trekken. Bastiaan stelde zich voor hoe het zou zijn wanneer hij opeens voor hen stond, dik als hij was en met zijn x-benen en zijn ronde gezicht, en hij kon zich de teleurstelling op het gezicht van de kleine keizerin levendig voorstellen wanneer zij tegen hem zou zeggen, wat moet jij hier? En Atreo, die zou in lachen uitbarsten. Bij deze gedachte vloog Bastiaan het schaamrood naar de wangen. Natuurlijk verwachten zij de een of de andere held, een prins of zo iets. Hij durfde zich niet aan hen te vertonen. Dat was volslagen onmogelijk. Alles zou hij liever verduren dan dat. Toen de kleine keizerin eindelijk weer opkeek, was de uitdrukking op haar gezicht veranderd. Atreo schrok haast van de ernst en de gestrengheid in haar ogen, en hij wist ook waar hij deze uitdrukking al eens eerder had gezien, bij de Sfinxen.
Ik heb nog één middel, zei ze, maar ik maak er niet graag gebruik van. Ik had liever gehad dat hij me er niet toe dingen zou. Welk middel is dat? Vroeg Atreo fluisterend. Of hij het weet of niet, hij behoort al tot het oneindige verhaal. Nu kan en mag hij zich niet meer terugtrekken. Hij heeft mij een belofte gedaan en die moet hij houden. Maar daar kan ik niet alleen voor zorgen. Wie in heel Fantasië, riep Atreo uit, kan iets dat u niet kunt? Maar één, antwoordde ze, als hij het minste wil. De oude man van de wandelende berg. Hoogst verbaasd keek Atreo de kleine keizerin aan. De oude man van de wandelende berg, herhaalde hij en sprak elk woord met nadruk uit. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat hij echt bestaat? Twijfel je daaraan? De ouderen in onze tentenkampen vertellen de kleine kinderen over hem als ze ongedurig of ondeugend zijn. Ze zeggen dat hij alles wat je doet of nalaat, ja, zelfs wat je denkt en voelt, in zijn boek opschrijft en dat het daar dan voor altijd opgetekend staat als een mooi of een naar verhaal, dat hangt er helemaal van af. Toen ik zelf nog klein was, heb ik het ook geloofd, maar later dacht ik dat het maar een bakerpraatje was om kinderen bang te maken. Wie weet, zei ze glimlachend, wat er nog van dat bakerpraatje waar is. U kent hem dus, wilde Atreo weten. Hebt u hem gezien? Ze schudde ontkennend haar hoofd. Wanneer ik hem vind, zal het voor het eerst zijn dat we elkaar tegenkomen. De ouderen bij ons vertellen ook, ging Atreo verder, dat je nooit weet waar de berg van de oude man zich op een bepaald moment bevindt en dat hij zich steeds heel onverwachts verschijnt, dan hier, dan daar, en dat je hem alleen bij toeval kunt tegenkomen, of door een beschikking van het lot. Dat klopt, antwoordde de kleine keizerin. De oude man van de wandelende berg kun je niet zoeken. Je kunt hem alleen maar vinden. U ook? Vroeg Atreo. Ik ook, zei ze. Maar als u hem nu niet vindt? Als hij bestaat, zal ik hem vinden, antwoordde zij met een raadselachtig lachje. En als ik hem vind, dan bestaat hij. Dit antwoord begreep Atreo niet. Aarzelend vroeg hij, is hij... Zoals u? Hij is zoals ik ben, antwoordde ze, want hij is in alles mijn tegenpool. Atreo begreep dat hij op deze manier niets van haar te weten zou komen. Bovendien maakte hij zich nog ergens anders ongerust over. U bent doodziek, goudogige meesteres van verlangens, zei hij haast vermanend. En alleen zult u het niet erg ver brengen. Zover ik zien kan, hebben al uw bedienden en al uw getrouwen u in de steek gelaten. Fugur en ik zullen u graag vergezellen, waarheen dan ook, maar eerlijk gezegd weet ik niet of Fugurs kracht nog toereikend is en mijn voet
Wel, u hebt zelf gezien dat ik er niet meer op kan staan. Dank je wel, Atreo, antwoordde ze. Dank je voor je dappere en trouwhartige aanbod. Maar het is niet mijn bedoeling jullie mee te nemen. De oude man van de wandelende berg vind je slechts als je alleen bent. En Fugor is trouwens ook niet meer op de plaats waar je hem hebt achtergelaten. Hij bevindt zich nu op een plaats waar al zijn wonden genezen en al zijn krachten worden hernieuwd. En jij, Atreo, zult weldra ook op die plek zijn. Haar vingers speelden met de oren. Wat is die plaats? Dat hoef je nu niet te weten. Slapend zul je er terechtkomen. Er komt een dag dat je zult beseffen waar je was. Maar hoe zou ik kunnen slapen? Riep Atreo uit. En door zijn bezorgdheid vergat hij de verschuldigde aanspreektitel. Als ik weet dat u ieder moment sterven kunt. De kleine keizerin lachte weer zachtjes. Zo volkomen in de steek gelaten als jij denkt, ben ik niet. Ik zei je toch dat er heel wat is dat voor jou onzichtbaar is. Om mij heen heb ik mijn 7 vermogens die bij mij horen, zoals bij jou je herinnering, of je moed, of je gedachten. Je kunt ze niet zien en niet horen, en toch zijn ze op dit ogenblik allemaal bij me. 3 ervan wil ik bij jou en Fugor laten, om voor jullie te zorgen. Andere 4 neem ik mee. Ze zullen mij vergezellen. Heus Atreo, je kunt rustig slapen gaan. Toen de kleine keizerin dit zei, legde alle vermoeidheid die zich tijdens het grote zoeken van hem meester had gemaakt, zich plotseling als een donkere sluier over Atreo heen. Maar het was niet de loodzware vermoeidheid van de totale uitputting. Het was een heel rustig en vredig verlangen naar slaap. Hij had de goudoogige meesteres van verlangens nog zoveel willen vragen. Maar hij had nu het gevoel dat zij met haar woorden alle verlangens in zijn hart had vervuld. En er was er nog maar 1 alles overheersend over. Het verlangen naar slaap. Zijn ogen vielen dicht en zittend. Zonder om te vallen, was hij al het duister van de slaap ingegleden. De torenklok sloeg 11. Heel ver weg hoorde Atreo nog dat de kleine keizerin met zachte stem een bevel gaf. En toen voelde hij hoe sterke armen hem behoedzaam optilden en wegdroegen. Lange tijd was het donker en warm om hem heen. Veel, veel later werd hij een keer half wakker, toen een heerlijk vocht zijn droge en gesprongen lippen beroerde en door zijn keel gleed. Vaag zag hij rondom zich iets als een grote grot waarvan de muren van goud schenen te zijn. En hij zag de witte gelukstraak naast zich liggen.
En toen zag hij, of liever vermoedde hij, dat er midden in de grot een bron klaterde. En rond deze bron lagen twee slangen die elkaar in de staart beten. Een lichte en een donkere. Een onzichtbare hand streek over zijn ogen. Wat hem onuitsprekelijk veel goed deed. En Atreu zonk weer weg in een diepe, droomloze slaap. Tezelfde tijd verliet de kleine keizerin de ivoren toren. Zij lag op zachte zijde kussens in een draagstoel van glas, die gedragen werd door vier van haar onzichtbare dienaars, zodat het leek alsof de draagstoel als vanzelf voortzweefde. Ze liepen door het tuinlabyrint, althans door wat er nog van over was, en moesten daarbij vaak een omweg maken, omdat veel paden al uitmonden in het niets. Toen zij tenslotte de verste rand van de vlakte bereikten en het labyrint verlieten, stopten de onzichtbare dragers. Ze schenen op een bevel te wachten. De kleine keizerin kwam uit haar kussens overeind, keek om en wierp een blik op de ivoren toren. Weer terugzakkend in de kussen, zei ze, ga maar verder. Ga gewoon maar verder. Het doet er niet toe waarheen. Een windje streek over haar sneeuwwitte haar, dat lang en zwaar als een wimpel achter haar glazen draagstoel aangolfde.